En hier zijn we op de Rode Loper in Malen met de plechtige inhuldiging van de kamikaze honden. Deze honden moeten dus eigenlijk zorgen voor een veilige buurt in Malen. Alle kinderen krijgen een kamikaze hond en brengen deze nu officieel binnen in de kerk voor de inhuldiging van de kamikaze honden. En hier staan we bij de kinderen van Malen met een kamikaze hond. Kan iemand van jullie uitleggen wat precies is een kamikaze hond? Kamikaze honden zijn honden die we op straat zetten, dan de auto's dan minder gaan rijden in de zonnetijd. Als dan gaan ze vertragen, dan zeggen ze van oei nee, er staat een hond op straat, dan vertragen ze automatisch. Dus eigenlijk... En dan wordt het hier minder druk. Ja. Eigenlijk geven die honden dus hun leven voor jullie veiligheid. Ja. En zijn jullie daar tevreden mee? Ja, heel tevreden.